Het is weekend, zaterdag. En je moet me niet vragen waarom ik om 8:30 wakker ben. Maar we zijn om 8:30 wakker. Goedemorgen. Laten we heel even een minuut stilte samen nemen. Dankjewel, want we gaan de dag mooi beginnen. Medicatieronde, ontbijt, meetings. Maar laten we beginnen om die gordijnen hier open te maken, want niemand heeft tijd. Dag buitenwereld, wat ik lang niet heb gezien. Weet je hoe lang, ik ben nog nooit in gevangenschap ooit geweest. Jail time, dus zo voelt het om opgesloten te zitten. Gevangenis. Wat is die gevangenis? Wat is luxe? Ik heb tosti ijzer. Luxe. Oh, ik heb mijn laptop ook. Aan ons spot van deze gevangenis. Wie ding? Maar goed. Laten we dag maar mooi beginnen. Het is een prachtige dag om te wandelen. Als je warm aangekleed bent, dan kan je prima wandelen in dit weer. Heel mooi. We gaan de dag beginnen. We gaan een artikeltje schrijven vandaag. Een leuk sensatiedingetje. Ja, geweldig. Tot zo. Zo. Heel even de kruik gaan vullen. We gaan eerlijk gezegd vanochtend gaan we direct eigenlijk door naar de avond. Maar dat is het nu. Iedereen slaapt al. Ik slaap heel laat zoals altijd. Geef even deze waterfles. Gebruik als kruik. Dus hier heb ik mijn kamer. Zo, kom, we gaan even de kruik vullen samen. Ik weet niet waar, ik heb het idee dat iemand zijn mond eraan heeft gezet. Laat maar. Geen probleem, maar kruid niet te last te zetten. Dat water niet is, boy. Zichtig zijn zelfs. Water is hier. Kruik is verschrikkelijk heet. Ik ga
opletten. Voorzichtig. Ai, ai, ai. En dan kijk ik zo naar buiten aan de overkant. Al die mensen die aan het slapen zijn, zo daar. En ik moet ook gaan slapen. Kijk wat doortrekt. Dom. Dom. Regelen toch. Dus. Hi, leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Het gaat goed hoor. Het gaat goed. Ik ben heel ver in mijn detox al. Ik merk dat mijn lichaamstemperatuur dat is lekker aan het herstellen weer. Ik heb het steeds minder en minder koud. Wat heel fijn is. Mijn concentratie is op en top. Ik kan heel gefocust werken. Ik kan heel veel doen. En het lukt me ook. Ik heb lekker gewerkt op mijn computer. Dus dat is heel erg fijn. Vandaag is was een goede dag. Ik ben vanochtend gegaan naar een introductiemeeting weer van de AA, Anonieme Alcoholisten. En wat zo bijzonder is daarvan, is de AA kennen we wel. Dat heb ik vorige keer ook al uitgelegd. Maar ik ben met name benieuwd, niet zozeer om naar de AA te gaan, maar je hebt ook de Narcotics Anonymous. Dat is dan meer mensen die andere middelen gebruiken. Zoals drugs of whatever. In mijn geval gaat het om die wiet. Daar heb je speciale groepen voor. Mensen die daarvan gestopt zijn. En die proberen gestopt te blijven. Dus de Narcotics Anonymous. Morgen is daar een meeting van. Ik ga daar niet naartoe hier. Ik ga weer naar de AA-meeting. Omdat dat volgens mij een wat grotere groep is. En ik liever even nu daartussen zit. Die NA, dat zal ik opzoeken wanneer ik weer thuis ben. Maar ik ga wel naar die meetings, omdat ik echt heel veel leer daarvan. En het is heel bijzonder hoe je het verhaal van andere mensen hoort. Hun levensverhaal. Nou, het was de vorige keer de eerste keer dat ik ben gegaan. Hè? Dus. En ik ga ook gewoon weer. En de groep, de nieuwe mensen, die probeer ik mee te nemen.
daar naartoe. Natuurlijk gezellig met z'n allen die kennis kunnen opnemen. En uiteindelijk zal men moeten doen ermee wat ze ermee willen doen. Maar ik denk dat het wel goed is als je jezelf beter positioneert door er naartoe te gaan. Ondertussen kijk ik naar mijn neus. Die is steeds groter, want is mijn neus schoon. Moet jullie kijken, rest is in mijn neus. Anyway, je weet hoe ik ben. Maar dat is dus morgen, hebben we een meeting. We moeten even gaan kijken hoe laat we moeten opstaan morgen. Een half uurtje later. Vandaag is echt een goede dag. Ik heb heel veel werk verricht, man. Op mijn website findacreator.com. Ga maar lekker kijken naar die leuke artikelen daar. En laat me weten wat je ervan vindt, uiteraard. Maar ik heb heel wat werk verricht. Ik wens jullie hoor. Binnenkort ben ik weer live. Maar Finding Creator moet even voor zichzelf zorgen. En zijn plan van aanpak maken voor de rest van zijn leven. Niet letterlijk zo, maar voor de aankomende periode. Wat wil ik doen? Wat ga ik doen? Wat kan ik doen? En wat willen jullie zien? Vandaag is even een kortere vlog. Wat een leuke tak, een beetje half gedanst. Ik had mijn speakertje aangegooid. Ik had mijn Afro House gezet, dus we waren even op de gang aan het bouncen. Dat was super gezellig, super leuk. Mijn maatje heeft wat ze laten horen vandaag. Hij stuurde een berichtje van, hey, hoe gaat het op de detox? Ik heb hem een berichtje teruggestuurd van, hey, luister dan. Ik weet niet zo goed hoe ik moet reageren op jou. Want je bent weggegaan zonder gedachten zeggen. Twee, nou ja, niet direct hij, maar weet je hoe mensen zijn met grapjes, met of we het wel of niet contact willen houden. Ik weet niet wat die jongen wilt. Ik weet niet wat hij wilt. Alleen weet ik wel dat ik heb gezegd dat ik het niet leuk vond. Dat ik geen gedag heb kunnen zeggen. Om hem geluk te kunnen wensen. Van ja, wat wil je nou eigenlijk? Maar goed, hij heeft me wel een berichtje gestuurd. Maar ik zal zien of hij daarna nog reageert. Of hij erover na zit te denken. Of niet. Dus ja, het is gewoon een beetje jammer dat je, ja, maar goed. Jullie weten hoe ik ben anders. Ik sluit mijn dingetjes niet op deze manier af. Of ik het nou moeilijk heb of niet, als dat het geval is, ik sluit mijn dingen niet op deze manier af. Want er ontstaat te veel ruis. Aan mijn kant is er te veel ruis ontstaan dat ik dat niet weet. Wat precies je plan is. En nu wil je me een bericht sturen over hoe het gaat. Nee. Doe normaal. We zijn niet zo hee. Of haai dat je het niet normaal kan doen. Je gedrag moet goed zijn te alle tijden. Anyway. Dat was vandaag. I don't know how to. Ik weet even niet hoe ik er goed mee om moet gaan. Mijn irritatielevels waren oké. Wel een beetje onrustig. Maar al met al gaat het goed. Dankjewel voor het kijken. Ik moet echt gaan slapen. Het is weliswaar weekend, maar ik zit op een heel strak schema hier. Sowieso een strak schema wat ik heel graag aan wil houden, enigszins. Wanneer ik thuis ben, qua een heel wat dingetjes die ik hier aan het leren ben. Wat gewoon goed is voor mijn structuur. Het is niet makkelijk hoor. Het gaat niet makkelijk zijn. Het gaat absoluut niet makkelijk zijn om een strak schema te kunnen en willen aanhouden. Maar het moet gebeuren. Voor nu ga ik je zeggen dankjewel. Much love, dankjewel voor het kijken. En ik zou het ontzettend waarderen als je naar deze video naar mijn kanaal gaat en op het knopje volgen drukt. Dan zie je vaker dit soort video's voorbij komen. En nu zit Finding Creator in de Jelinek Kliniek. Om af te kicken van zijn verslavingen, nicotine, alcohol, sigaretten. Om daarmee te stoppen, want dat wil ik gewoon heel graag. En met name die sigaretten.
vertellen wil ik gewoon vanaf. En daarvoor heb ik me lekker laten inchecken bij de Jelinek Kliniek. Onder andere ook voor andere dingen. En ik ga een heel mooie behandelplan tegemoet. Om mezelf te helpen beter en sterker weer te worden. Ik heb een beetje te veel meegemaakt de afgelopen jaren. En dan moeten we een klein beetje van bovenop komen. Maar nu dit keer in de hoogste verstelling mogelijk. Daarom ben ik hier. Ik hoop oprecht dat met het delen van dit stukje privé, dat er wellicht toch mensen zijn die denken, weet je wat? Nou ja, het ziet er niet echt super scary uit wat je aan het doen bent. Dus misschien moet ik zelf ook met mijn huisarts gaan bellen om te vragen naar een doorverwijzing naar de Jelinek Kliniek. Weet je, ik laat het niet zomaar zien, hè. Ik laat het ook niet zomaar zien, want ik hoef het namelijk niet te tonen. Deze beelden kan ik prima maken. Ik kan ze zelfs uploaden. Ik zet ze zelfs op privé. Niemand die ze ooit ziet, maar ik zie ze wel. In de hoogste historie of de tijdlijn van mijn leven, maar ik deel het graag. Dus als jullie dit zien, wil zeggen dat ik besloten heb om toch te delen dit hele verslag. Misschien bedenk ik me nog, ik weet het niet. Ik heb niemand gezegd dat ik opnames maak, maar misschien bedenk ik me nog. Hoe dan ook. Dankjewel voor het kijken. En kijk je gezellig morgen ook weer naar mijn hoofd. Tot dan. Fijne creator. Bye bye.